gaan ons zesde concert vanavond geven in de Oosterpoort met het Nederlands Studentenorkest. Na dit concert hebben we nog zeven te gaan. En één stuk door, elke dag een concert, voor een maand lang. Het Nederlands Studentenorkest is een projectorkest. We stoppen ook een maand met studeren, dus we laten echt alles liggen en zijn alleen maar bezig met muziek maken. We hebben elkaar dus allemaal voor het eerst gezien in december tijdens repetitieweekend. Dan in januari begint zeg maar de echte repetitieperiode, dat is dan 12 dagen. Dan speel je ruim 8 uur per dag. Is die repetitieperiode voorbij en dan ga je op tour, dus dan begint het nieuwe hoofdstuk. We zijn begonnen in Leiden en dan na het concert lekker borrelen en dan 's ochtends weer vroeg naar de bus, naar de volgende locatie. Ja. En dat eigenlijk aan één stuk door. Korte nacht. Ja, de korte nacht. Ja. Dit jaar spelen we de muziek van Gustav Mahler, zijn vijfde symfonie, en Alma. En Gustav was getrouwd met Alma. Voordat zij met hem trouwde was zij ook een componiste. Maar de voorwaarde voor het huwelijk was van je trouwt met mij en je stopt of we trouwen niet. Dus we komen eigenlijk op die manier op voor Alma en voor de vrouwen die niks meer te zeggen hadden in het muzikale leven. Ik vind het echt een hele coole ervaring om met jonge mensen zo'n groot werk van die prachtige zalen neer te zetten. Elke keer is het toch weer een feestje als je met elkaar dan het slotakkoord speelt en dan een soort euforie die komt dan over je heen. Dat is heel erg lekker.